Waarom steel je... Zo kan ik het eigenlijk. Waarom steel je geen golfkarretjes op een meeting? Waarom? Ik weet het eigenlijk zelf ook niet, maar oké. Nice. Mijn statief is nog altijd kapot, dus ik weet nooit of die recht staat of niet. Hey, hallo mensen, waarom heb ik een jas aan? Dus, enkele dagen geleden was het wiet, zo een meeting waar ik dan naartoe ga en dan... Mijn camera staat niet recht, of wel? Het is vreselijk. Hoe de fuck weet ik nu ooit of mijn camera recht staat of niet? dit is kapot. Ik heb geen geld om een nieuw statief te kopen. Viet was leuk. Ik heb een zonnebril aan voor de zon die niet schijnt. Maar snap je, als ik dan iets doe met mijn ogen, dan zie je niet. Hey mensen! Vanaf vandaag upload ik weer dagelijks. Haha, er komen hele leuke dingen aan op mijn YouTube channel. Morgen ga je naar Hamburg en ik ga filmen. Dat zei ik nu, waarschijnlijk ga ik niet filmen. Waarschijnlijk niet, ik neem mijn camera wel mee. Dat doe ik altijd, maar meestal film ik niet. Op Viet was het voor YouTubers geweldig. Als je naar een plek moest, dan kwamen ze met een golfkarretje gehaald. En dan mocht je instappen in die golfkar en dan reed je rond. En dan konden mensen niks doen, ze liepen natuurlijk wel achter je, maar ze konden niks doen. Golfkarretjes. Natuurlijk was mijn eerste vraag, hey, mag ik in je golfkarretje rijden? 3 keer hadden we niet aan een golfkarretje mocht rijden. Niemand mocht in een golfkarretje rijden. Zelf niet de grote YouTubers met 1 miljoen abonnees. Ze mochten ook niet in een golfkarretje rijden. Dus ik stond te wachten. En ik had een meeting, maar het was een meeting van 1 uur. Ik heb 3 uur foto's genomen met mensen. 3 uur. Normale YouTubers zeiden 1 uur. 3. Stuur geld naar mijn bankrekening. Nu staat die 8 in de beschrijving. Dan weet je hoe laat het is. Stuur even geld over. Vanaf 50 euro mag je shoutouts doen. Ha. Het was heel leuk. En ik heb een golfkarretje gestolen. Er zijn beelden van. Ik ben daarin rondgereden met allemaal minderjarige YouTubers. Ik ben ook minderjarig, maar... En ik heb die golfkar gecrashed tegen een boom. Ja. Ik nam hele scherpe bochten, snap je? We zaten daar met 8 in of zo. En ik reed met die golfkar en ik reed bocht en ik reed op een bepaald moment op 2 wielen. En iedereen zo, wow, eetje, zo doe je allemaal. En toen heb ik de golfkar gecrashed tegen een boom voor de ingang van Viet. Dat is heel fucked up. What the fuck? En dan was iedereen boos. Alle security guys waren boos. Die deden alsof je net iemand had vermoord of zo. Er was geen schade aan de golfkar. Wel aan de boom. Sorry, boom. Sorry. Maar uiteindelijk was het wel leuk. Er zijn nog beelden van. Hier zijn de beelden. Die beelden zijn allemaal gemaakt door zo'n random volwassen guy die voorbij ons liep. Dus don't blame me voor de slechte kwaliteit. Wie heeft de schrijbewijs, jongens? Oké. Pas je op. Rustig aan. Zou je even veilig uitdoen? Het is openbaar terrein. Als er schade is gemaakt, dan denk ik dat we... Er is geen schade. Hé, je rijdt met een busje in. Weet je niet of er schade is? Dat denk ik niet. Er is schade. Hé, hey, kijk eens naar de wiel. Dat fout keer. Oh, wat komt hier? Overdraaid. Ja, inderdaad, gewoon mooi. Hé, hey, film dit alsjeblieft. Ja, oké. Hé, je mag. Dus, waarom steel je geen golfkar op een meeting? Op een meeting waar ik ten eerste niet voor betaald werd. Niet dat dat moet, ik wil geen geld. Ik ben wel skeer, maar ik heb geld nodig, maar... Ik werd niet betaald. Ik heb 3 uur meetings gedaan. Ze zeiden dat ik maar 1 uur moest, maar het was te pijnlijk. Ik heb seks gehad met Gio backstage. Terwijl zijn vriendin aan het filmen was. Daarvan heb ik ook beelden. Maar die ga ik niet op YouTube gooien, want... Nee. Ik heb ook heel veel gechilled met YouTubers in Amsterdam dan nog. We zijn museums gaan bekijken in Amsterdam. Wat kan je anders doen in Amsterdam? Ha! Haha. En voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan. Maar het was leuk. Shout out naar iedereen die naar Viet is gekomen. Maar Acid, waarom steel je nu een... Waarom mogen wij geen halfkarretje stelen op Viet? Wel, de reden waarom je dat niet mag doen is omdat wij geen rijbewijs hebben. En omdat wij imbeciel zijn. En omdat als je aan mij een halfkarretje geeft, dan ja... Snap je? Als ik die golfkar niet had gecrashed, dan was ik nu nog altijd in die golfkar aan het rijden. Dat was zo'n moment dat God van bovenaf zei... Acid, stop. Je brengt mensenlevens in gevaar. Ik had mijn camera ook bij die dag, maar ik heb niks gefilmd. Omdat ik achterlijk ben. Heel fucking achterlijk. Dat besef ik nu pas, maar oké. Alle mensen die cadeautjes voor mij mee hadden, bedankt. Mensen die geen cadeautjes voor mij mee hadden, ook bedankt. Mensen die het leuk vonden om mij te verkrachten op mijn meeting, fuck jullie, echt waar, dat was niet chill. Ook heb ik gepraat met Sophie Melzing. Ze was niet verliefd op mij. Het was vreselijk. Ik heb gehuild. Ik heb heel veel dingen gekregen van mensen, maar dan ga ik een andere video opendoen. Want dat is veel te veel shit om open te doen in één video. Ik vind het leuk om weer een video te maken. Holy shit, ik ben blij. Hey. Ik ga echt meer uploaden. Ik vind het echt leuk. Nu vind ik het heel jammer dat ik niks heb gefilmd op Viet. Want uiteindelijk zijn er echt al heel veel leuke dingen gebeurd. Dat besef ik nu pas. Waarom heb ik niks gefilmd? Because I got high. Kutzooi! Dit was waarschijnlijk ook de laatste meeting waar ik ooit
Oh, er belt iemand aan. Waarom belt er iemand aan? Dit was waarschijnlijk de laatste meeting waar ik ooit naartoe ben geweest in mijn hele leven. Dat is niet waar, maar wel voor effjes, want het was heel druk. Snap je, 3 uur lang foto's nemen met mensen, dat vreet mij op. Moet ik 3 uur in mijn personage zijn en dat is wel leuk, want ik heb heel veel gepraat met mensen. En ik heb niet gewoon foto genomen met mensen, dan zeg ik, yo, rot nu op van mijn fucking meeting. Ik heb het gehad met jouw stomme hoofd. Ik heb echt veel tijd genomen om met mensen te praten. Ik heb knuffels gegeven aan mensen en ik heb leuke foto's gemaakt met mensen. Het was heel leuk, maar waar ik echt heel veel pijn van heb, in mijn meet and greet van 3 uur, was er 1 jongen. 1. 1 jongen. Allemaal meisjes! 1 jongen. Waar zijn de jongens? Oké, ik snap dat jullie betere dingen te doen hebben dan naar een fucking meeting te komen. Ik weet niet wat jullie dan doen heel de tijd, maar vieze fucking pubers. Waar waren de boys? Er was 1 jongen. 1. 1. Dat is niet goed voor mijn zelfvertrouwen, joh. What the fuck. En ja. Nah. Ook ben ik naar Utrecht geweest. Ook een hele mooie stad. Ook ben ik naar Rotterdam geweest. Ook een hele mooie stad. En er zijn heel veel zwervers komen vragen naar mij voor geld. Ik heb ze allemaal geld gegeven. Terwijl ik zelf even broke ben als uit. Alsof dat nog niet allemaal genoeg is. Ik sta vanmorgen op, ja. Ik stap uit mijn bed. Ik stap uit dit prachtige bed. Dit prachtige bed die zo prachtig is dat het prachtig is. En ik bots met mijn been tegen mijn laptop. Deze valt op deze manier uit mijn bed. Wat is het probleem nu? Wat is er gebeurd met deze laptop? Ik had dat veel erger kunnen zijn, maar... Wat is dit? Hij maakt zo'n geluid. Luister. What the fuck? Ik ga weer al mijn geld moeten dokken om dit te laten vermaken. Maar hij speelt wel nog altijd muziek af. Maar snap je, dit geluid is superkut. Zelfs als ik hem dicht doe, is dat geluid er nog. Fuck. Stop. Stop. Het is gestopt. Oké, nee, het is er nog. Maar het is stille. Misschien heb ik het gefixt, misschien niet. Waarschijnlijk komt het terug. Bij deze ga ik het beloven aan jullie. Ik ga filmen in Hamburg. Hamburg? Hamburg. Ik ga video's maken in Hamburg voor jullie. Ik weet niet wanneer ze online komen, want ik weet niet of ik daar kan editen. Maar ik ga het toch proberen. Dames en heren, ik zie jullie bij de volgende video. Ik ben Acid. Bankrekening staat in de beschrijving. Kijk het zeker. Tot de volgende keer. Adieu.